Hey mensen van Jacinta, ik ben Jacinta en welkom bij deze nieuwe video. Waarschijnlijk denken jullie, Jacinta, wat doe jij nou buiten? Nou ja, normaal gesproken neem ik mijn video's binnen op, maar wij zijn het hele huis aan het verbouwen. Dus de vloer ligt eruit en ik kan dus nergens zitten. Toevallig woon ik echt heel erg dicht bij een grasveld en hier is letterlijk helemaal niemand. Dus ik dacht, ja, ik kan het hier ook wel gaan doen. Maar ik heb de afgelopen tijd heel vaak de vraag gekregen van Jacinta, hoe gaat het nu met je moeder? Want die was gevallen met skivakantie en had haar rug gebroken. Daar heb ik ook 3 video's over gemaakt. Dus als jij het hele verhaal wil weten en nog niet gezien hebt, dan staan de linkjes in de beschrijving. Maar ik zou jullie dus nu even een update geven over wat er allemaal in de afgelopen tijd gebeurd is. Maar ja, we zouden dus in Duitsland op skivakantie totdat mijn moeder de eerste dag haar rug brak. Want ze was gevallen en dat ging niet helemaal goed. Toen is ze naar het ziekenhuis geweest in Duitsland. Alleen dat was echt een prutziekenhuis en alles liep mis. Mijn moeder kon ook helemaal geen Duits of zo, dus die kon ook niet communiceren met de artsen daar en ze begreep er helemaal niks van. Uiteindelijk mochten wij na 10 dagen wachten pas naar Nederland. Toen was ze in Groningen in het Martiniziekenhuis en daar kon ze gelukkig wel communiceren met de artsen. Ja, wij waren niet tevreden over dat ziekenhuis in Duitsland, want er lag gewoon een vrouw bij haar op de kamer en er zat geen scherm tussen, terwijl mijn moeder een gebroken rug had. Dus die moest gewoon plassen en poepen en alles doen op bed. Dan kreeg ze zo'n bord onder haar kont en daar moest ze het in doen. En die vrouw naast haar kon gewoon lekker meegenieten. Maar ja, toen konden we eindelijk naar Nederland na 10 dagen later. En vanuit Duitsland hadden wij een cd meegekregen die de dokter moest hebben. Want daar stonden haar foto's op en alle andere gegevens. Alleen dat was ook misgegaan, want die cd konden ze niet openen in Groningen. Mijn moeder moest dus allemaal nieuwe foto's laten maken in Groningen. Want ja, die andere konden die niet openen. Echt heel erg slecht geregeld. Nou ja, nadat de nieuwe foto's gemaakt waren, kreeg mijn moeder een korset om. En dat zorgde dus voor extra steun in haar rug, want die had ze daar niet gekregen. Wat eigenlijk misschien ook al wel handig was. Nou ja, dat korset is helemaal speciaal voor haar op maat gemaakt en die moest ze de hele tijd om. Hij mocht gewoon niet af, behalve bij het douchen. Als ze moest douchen, dan moest ze haar rug recht houden en ze mocht niet bewegen. Dus iemand anders die moest haar helemaal gaan wassen en zo. Want ja, dat korset die mag niet nat worden, want dat gaat roesten en zo. Nou ja, mijn moeder moest na 5 weken of zo weer terugkomen voor nieuwe foto's en kijken of het korset af mocht. Maar helaas mocht hij nog niet af, want de breuk was nog niet hersteld. Ja, en dan ga je toch denken, moet mijn moeder misschien een operatie? Want dat hadden we in Duitsland gehoord. Ze moet geopereerd worden. Het is een onstabiele breuk, dus ze moet naar Nederland. Nou ja, de dokters in Nederland hebben haar nog een paar weken dat korset extra omgegeven. Dus toen waren we uiteindelijk 3 maanden verder of zo. En uiteindelijk is de breuk dus wel hersteld en hoefde ze geen operatie. Ja, en eigenlijk gaat het nu best wel weer goed met mijn moeder. Want ze mocht eerst geen auto rijden en ja, eigenlijk gewoon bijna helemaal niks. Ze mocht dingen die zwaarder dan 1 kilo waren niet oppakken. Dus ze mocht zelf wel drinken inschenken, maar daar hield het ook bij op. Veel meer mocht ze niet. Ja, die weken waren eigenlijk niet makkelijk voor mijn moeder, omdat ze dus bijna niks mocht. Mijn moeder heeft uiteindelijk 2 weken lang plat gelegen, omdat het niet mocht vanwege haar rug. Want als ze een verkeerde beweging zou maken, dus rechtop gaan zitten of zo, daar kon het zo zijn dat ze een dwarslesie kreeg. En dat betekent dus dat ze vanaf de breuk helemaal naar onder verlamd zou worden. Ja, en dat wouden we natuurlijk niet. Dus toen ze een korset kreeg, mocht ze alles rustig aan weer gaan opbouwen. Eerst mocht ze rechtop gaan zitten met het korset om. En ze mocht weer gaan draaien, want dat mocht ook niet eens. Maar ja, omdat je dan 2 weken lang hebt platgelegen, is alles weer heel anders. Dus mijn moeder moest een soort van opnieuw leren lopen. Nou ja, dus ze ging eerst rechtop zitten en daarna staan. En dat kostte al heel veel moeite, want met zo'n korset moet je nog steeds helemaal recht blijven. En dan ben je niet zo heel flexibel. Maar toen ze echt 3 seconden stond, werd ze gelijk helemaal duizelig. Dus wou ze snel weer gaan zitten. Want ja, dan je hele hersens. Die moeten er dan weer aan wennen dat je dan opeens rechtop staat. Terwijl je dan gewoon 2 weken lang alleen maar naar het plafond hebt gekeken. Maar nadat ze dat een paar keer had gedaan, ging het supergoed. En ze mocht met 5 dagen alweer naar huis. Eerst mocht mijn moeder niet eens in haar eigen bed liggen, omdat haar bed te zacht was. Dus moest ze de hele tijd beneden slapen. En daarna heeft mijn vader planken onder het bed gedaan, zodat het ja, wat minder doorzakte. En mocht ze eindelijk wel weer in haar eigen bed gaan liggen. Ja, en nu na een stuk of 3 maanden of zo gaat alles weer supergoed. En doet ze alsof er niks aan de hand was. Nou ja, en veel meer is er eigenlijk niet in de tussentijd gebeurd. Want het gaat nu echt supergoed met haar.
En ze is helemaal weer blij dat ze alles weer mag doen. Voor de mensen die zich afvroegen hoe het nu met mijn moeder ging, echt heel erg bedankt dat jullie aan ons gedacht hebben. We hebben daar heel veel steun aan gehad. En ik had beloofd dat ik met het geld wat ik aan andere video's verdiend had, iets leuks voor mijn moeder zou kopen of iets leuks met haar zou gaan doen. En dat ga ik ook zeker nog doen en daar hoort deze video ook nog bij. Heel erg bedankt voor jullie steun en ik denk dat ik die verrassing ergens in de zomervakantie ga doen. Want ik heb nu natuurlijk zelf nog wel school, jammer genoeg. En daar heb ik het ook best wel druk mee. En bij deze wou ik de video dan ook afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Als jij deze video leuk vond, doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. En abonneren zou ook super leuk zijn. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!